Dames en heren, we hebben uw hulp heel hard nodig om een auto terug te vinden. Een soortgelijke antracietgrijze Suzuki Swift. Een paar weken terug is hij in Utrecht gestolen van de 88-jarige eigenaar. Toeval of niet, sinds die dag is de gezondheid van de man hard achteruit gegaan. Zo hard dat zijn kinderen er rekening mee houden dat hij binnenkort komt te overlijden. De man is alleen en woont nog zelfstandig hier aan de Timmerstraat in de Utrechtse wijk Pijlsweert. Maandagmiddag 15 november gaat de bel. Er staat een man voor de deur met een kerstpakket voor zijn dochter. Die man loopt dan de woning binnen en zet het kerstpakket in de woonkamer. Wat er vervolgens gebeurt, heeft de politie nog niet helemaal helder, maar wel dat die zogenaamde bezorger de kasten doorzoekt. De man vindt de autosleutels van de bewoner en pakt ze. De man verlaat de woning en loopt dan richting de auto en stapt in. De bewoner die ziet dat en zegt dat hij dat niet goed vindt. Nou, die man stapt de auto weer uit en de bewoner gaat zijn woning weer in. Maar dan gaat die nepbezorger toch de auto weer in, start hem en rijdt weg. Het slachtoffer ziet dan hoe zijn auto de straat uitrijdt. Ja, een ontzettend brutale en harteloze diefstal. We zijn nu 2 weken verder en we spraken de dochter van het slachtoffer even kort via de telefoon. Tot de dag voor deze diefstal was haar vader een voor zijn leeftijd gezonde man die nog in zijn auto overal naartoe ging. Nu ligt hij heel slecht door een longontsteking en komt hij waarschijnlijk binnenkort te overlijden. Nou, steeds vraagt hij zich af of zijn auto al terecht is. Wat een treurig verhaal, Joost. Ja, dat is echt een ontzettend treurig verhaal, inderdaad. En we weten natuurlijk niet zeker of de toestand van zijn gezondheid nou te relateren is, hè, aan die diefstal van zijn auto. Maar ja, de stress die het hem heeft opgeleverd, ja, dat heeft zijn toestand echt niet goed gedaan. Nee, dat denk ik ook niet. Nou, wat we samen met de kijkers proberen te doen is die auto terug te vinden. Dat zou de man en zijn kinderen wat meer rust geven. Vertel eens wat meer over die auto. Ja, het gaat om een soortgelijke antracietgrijze Suzuki Swift. We zien hem hier. Hij is 12 jaar oud. Het kenteken is 17HSG6. Maar het is goed mogelijk dat er inmiddels andere kentekenplaten op zitten. Nou, als er kijkers zijn die de auto ergens hebben zien staan of zien rondrijden na maandag 15 november, ja, dan horen we dat uiteraard heel erg graag. Ja, en als er mensen zijn die op maandagmiddag 15 november op de Timmerstraat hebben gezien dat iemand met een pakket bij het slachtoffer voor de deur stond en even later dus wegreed met die auto, ja, dan willen we deze mensen ook heel graag spreken. Ja, dat pakket, dat kerstpakket dat de dieven bij zich had, wat was dat voor iets? Ja, dat was een cadeaudoos van Hakal Hajarglas. De doos was overigens leeg, maar er zouden 6 luxe theeglazen in hebben gezeten met een gouden rand. Ja, en mogelijk dat mensen hierop aanslaan. Ja, precies. Heeft u de Suzuki ergens gezien? Laat dan alsjeblieft van u horen. De auto werd gestolen vanaf de Timmerstraat in Utrecht. En als u andere informatie heeft, bijvoorbeeld over het kerstpakket, bel dan alsjeblieft 1 van de tipnummers onder in beeld.